Q&A van Komt een paard bij de dokter? In deze Q&A gaan we dieper in op MOK. Ja, we hebben een vraag gekregen van Lilian. Dankjewel Lilian voor het insturen van je vraag. De vraag is, ik heb een jaarling hengst in de wei lopen tussen de andere hengsten in en hij heeft MOK. We hebben hem wel te pakken, maar hij laat zich moeilijk behandelen. Uit de koppen halen doen we liever niet. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Met vriendelijke groet, Lilian. Ja, nou, dat is inderdaad een goede vraag. Een lastig probleem. En veel voorkomend, denk ik ook. Veel voorkomend probleem. Laten we eerst even weer bij het begin beginnen. Wat is MOK? Nou, MOK is eigenlijk een beetje de paardenterm voor een huidontsteking, oftewel een dermatitis. En die zit eigenlijk met name in de kootholte. Ja, dat is een verzamelnaam voor alle huidaandoeningen in de kootholte, ja, eigenlijk een beetje. Ja, precies. En die kenmerken zich door een aantal dingen, want het is een ontsteking. Dus hij kenmerkt zich door roodheid, zwelling, warmte, pijnlijkheid en het functioneren van dat gebied wordt ook wat minder. Vaak zitten er ook korstjes en wondjes. En het is heel erg afhankelijk van de oorzaak. Ja, hoe ernstig het is. Hoe ver het loopt, of het nat is, droog is, pijnlijk is. Ja, precies. Kunnen kreupel van zijn, hoeft niet. Ja, sommige paarden die heel gevoelig zijn, kunnen er inderdaad zelfs kreupel van zijn. Nou, als we dan even gaan kijken naar wat zijn nou dan de oorzaken van MOK. Dan zijn er eigenlijk verschillende groepen van die ontsteking in de huid. En het kan soms zijn dat er ook een infectie is. Dus dat betekent dat er bacteriën en of schimmels bij betrokken zijn. En dat is eigenlijk een van de meest voorkomende problemen. Ja. Dat noemen we ook wel een folliculitis. Dus oftewel een infectie van de haarfollikels, waar dan schimmels en bacteriën bij betrokken zijn. Vaak als de haren ook wat lang zijn, als het vochtig is in de omgeving. Die bacteriën die houden wel van vocht en warmte. Ja. Dus die blijven daar dan lekker zitten. En dan krijg je op een gegeven moment allemaal vervelende plekken daar. Een andere oorzaak van MOK kan ook soms zijn de lichtovergevoeligheid, oftewel zonovergevoeligheid. Ja. En dat eigenlijk, dat zie je vaak bij ongepigmenteerde delen. Ja, precies. Dat, dus eigenlijk juist daarom is het witte been vaker aangetast dan de rest. Ja. Ja, precies. Dus de witte benen inderdaad. En het kan zo zijn dat een paard uit zichzelf altijd al gevoelig is voor zonlicht. En dat zien we nog wel eens bij de immuungemedieerde problemen. Dus dat het eigenlijk een beetje vanuit het paard zelf komt. Ja. En dan noemen we het een heel mooi woord ook wel immuungemedieerde leukocytoclastische vasculitis. Ja, dus oftewel een ontsteking van de bloedvaatjes in de huid door eigenlijk door lichaams-eigen afweerreactie. Ja, precies. Ja. En dan zijn die paarden sowieso overgevoelig voor zonlicht en UV-licht. Maar het kan ook zijn dat paarden gevoeliger worden voor zonlicht en UV-licht door iets wat er gebeurd is, door onder andere door leveraandoeningen. En ook zien we het als paarden heel veel klavers eten. Dus als er een weiland is met heel veel klavers, dan worden ze vaak ook gevoeliger voor het zonlicht. Dus ook op die manier kun je plekken krijgen, mokplekken in de kootholte en dan met name op ongepigmenteerde been. Ja, en soms heb je ook gewoon een mengeling, hè, ervan, ja, van de verschillende vormen. Ja, ja, ja. Nog een derde groep die we met name zien met de paarden met veel behang en veel haar, is ook wel de Goryoptis mok of de Goryoptis dermatitis. En Goryoptis is een mijt. En dat is eigenlijk een schurftmijt. Die zit op de benen. Op oppervlakkige laag van de huid bijt hij zich eigenlijk in. Ja. Ja, ja. Soms moeilijk te vinden. Het is niet dat je hem ziet lopen daaroverheen. Hij zit soms echt in de huid. Dus wil je hem echt kunnen vinden, zou je een afschraapsel of meerdere keren een afschraapsel moeten maken en dan goed onder een microscoop kijken van zie ik ze daar lopen. Ja, maar ja. Dus vaker dan je denkt is dat een oorzaak. Ja, en heel veel paarden met veel behang, dus denk aan de tinkers en denk aan de friezen, hebben last van die mijt. En hoe je dat kan zien is dat veel paarden vaak jeuk hebben. Soms doen ze dat ze echt ook proberen in de kootholte te kriebelen, maar wat ze heel vaak doen is dat ze gaan stampen met hun benen. Ja. En als je daarop let, dan zie je dat heel vaak op stal dat die paarden staan te stampen met hun achterbenen of soms met hun voorbenen. En dat is een teken van jeuk. En zoals als je een beetje kriebelt, dan zie je die reacties die met hun neusje gaan bewegen. En dan is het een teken dat daar jeuk zit. Ja. En wat er eigenlijk gebeurt is dat die mijt, die maakt de huid ook een stukje kapot. En daardoor kunnen er ook weer makkelijker bacteriën naar binnen gaan. En dan krijg je dus weer dat de cirkel rond is. Omdat je weer infectie van de huid krijgt en weer een dermatitis. Ja. En een laatste groep, en dat is eigenlijk een beetje een buitenstaander, is niet echt een mok zoals wij als mok herkennen, maar dat is ook met name bij de koudbloeden. En dat is CPL, oftewel chronisch progressief lymfuitdeen. Ja. En wat we daar dan zien is dat eigenlijk de hele circulatie in het onderbeen wat bemoeilijkt is.
En dat uit zich op een gegeven moment in dat de hele grote bindweefselknobbels en soms ook wonden en viezigheid in de kootholte, maar soms ook echt wel hoger, nog richting koot- en pijpenbeen uitbreiden. Ja. En daar kunnen ze enorm pijnlijk van zijn. Dat is een hele nare, vervelende ziekte waar je zo vroeg mogelijk bij moet zijn, omdat het heel lastig laat behandelen. Dus dat is eigenlijk niet, dat is niet echt een typische mop. Steeds erger wordt meestal toch wel... Ja, dus het is inderdaad progressief, dus het wordt steeds erger. Ja. Even terugkomend op de vraag van Lilian. Want als je mok wil behandelen, dan is het dus belangrijk dat je de oorzaken probeert zoveel mogelijk weg te halen. Nou, we hebben al net een aantal oorzaken genoemd. Dus wat belangrijk is dat je de haren in de kootholte zo kort mogelijk probeert te houden. Dus dat je die wegscheert. Dat je probeert de omgeving... Droog en schoon. Precies, zo droog en schoon mogelijk te houden. Nou, als die natuurlijk op het land staat, mogelijk dat die straks, als het kouder wordt, weer naar binnen gaat. Dan wordt het dan makkelijker om het te behandelen. Want als ze op het natte gras staan en het blijft de hele tijd vochtig, dan wordt dat lastig. Ja, dan is het een dagelijkse klus. Precies. Ja. Dus schoon en droog houden. Daarnaast kunnen bepaalde shampoos kunnen helpen. Ook als er bijvoorbeeld sprake is van schimmels. Ja, maar pas op dat je hem niet te vaak wast. Je hebt altijd een normale bacterieflora op je huid. En als je te veel en te agressief gaat wassen met shampoos, kun je ervoor zorgen dat je je normale flora daarin bij aantast. Ja. En dan geef je plaats voor vervelende bacteriën, voor groei. Ja, precies. Dus als je gaat wassen, doe dat dan één keer. Maar niet elke keer, niet dagelijks, maar maximaal één keer in de week. Probeer het gewoon zo schoon en droog mogelijk te houden. En soms kun je inderdaad ook gebruik maken van bepaalde zalven in de kootholte. Zinkoxide is iets wat vaak gebruikt wordt. En heel soms moet je ook in jezelf wat antibiotica om die bacterie aan te kunnen pakken. Nou, schrijf je al dat het lastig is omdat je een jaarlinghengst hebt die zich wat moeilijk laat benaderen. Dat is inderdaad lastig, want mok is wel iets wat je regelmatig moet behandelen en moet checken om het echt effectief te kunnen behandelen. Hoe langer je het onbehandeld laat, des te erger wordt het. Hè? Wordt het ook pijnlijker en dan wordt het voor het paard weer vervelender eigenlijk om het te doen. Ja. Er zijn een aantal opties. Hè. Je kan natuurlijk je paard sederen of laten sederen door een dierenarts of sederen met wat orale sedatie. Maar er zijn natuurlijk ook bepaalde gedragstrainingen waarbij je paard steeds meer kan laten wennen. En dat bepaalde behandelingen toegelaten worden. En denk dan bijvoorbeeld aan klikkertraining of TRT-training. Dus probeer, want dat is natuurlijk voor de lange termijn fijn als je paard toelaat. Of de pony toelaat dat je aan zijn benen mag komen. Dus ik zou misschien inzetten op wat gedragstraining erbij. Maar het moet inderdaad wel regelmatig behandeld worden om het goed tegen te gaan. Een verband houden kan ook helpen om bij vervelende gevallen van mok. Omdat je dan beschermt al tegen vuiligheid en vaak tegen vocht en tegen UV-licht. Ja. En met soms, je hebt ook nu van die actieve verbanden op met een zilvercoatinglaag, wat ook werkzaam lijkt tegen mok. Wat ook een optie kan zijn als je zegt, ik kan het niet elke dag doen. Maar op sommige dagen kan ik hem goed behandelen. En in de tussentijd hou ik hem onder het verband. Ja, en dan is het natuurlijk wel belangrijk dat er ook goed toezicht is op het verband. Dat ze er niet af gaan pulken. Precies, want als ze op de wei staan en je hebt er geen toezicht op en ze gaan daar aan zitten knagen of het gaat ineens half los. En dan moet niet in paniek raken met het verband op. Dus het is wel eventjes oefenen. Ja, precies. Nou Lilian, ik hoop dat je hier wat mee kan. Dank voor je vraag. Ja, bedankt. En heb je zelf nou een vraag waarvan je wil dat wij die gaan bespreken? Wat is het e-mailadres ook alweer? Ja, wat is het e-mailadres? Dat is komteenpaardbijdedokter.tv@gmail.com.